Dat straks, maar we beginnen met nieuws over de aanslag op Koninginnedag van dit jaar. Vandaag werden verschillende onderzoeken bekendgemaakt over het drama. Zo werd verteld dat de koningin volgend jaar gewoon Koninginnedag viert, maar wel met extra beveiliging, zo zei minister-president Balkenende. Het is goed om vandaag, nu de analyses bekend zijn, ons duidelijk aan te geven dat wij hechten aan dat ongedwongen karakter van Koninginnedag. Een feest voor iedereen en dat willen we graag zo houden. Voor de Nederlandse bevolking en voor de leden van de koninklijke familie. De koninklijke familie viert dus ook volgend jaar gewoon Koninginnedag. Maar er zullen rond de familie wel extra veiligheidsmaatregelen genomen worden. Veel mensen zullen Koninginnedag van dit jaar nooit vergeten. Het begon als een feestelijke dag, maar eindigde in een drama. Een man reed met een auto dwars door het publiek. Hij wilde de bus met de koninklijke familie raken. Duizenden kinderen en volwassenen stonden langs de route en zagen de aanslag gebeuren. 7 mensen in het publiek kwamen om het leven. 11 mensen raakten gewond, onder wie ook 3 kinderen. Hoe is het nu met hen? Nou, wat ik begrijp, redelijk goed, maar ook voor hen, net zoals alle andere gewonden, maar ook voor de familie van de slachtoffer, is dit natuurlijk best een hele belangrijke dag, ook misschien wel een moeilijke dag. Een van de onderzoeken gaat over de dader van de aanslag. De politie heeft geprobeerd uit te vinden wie de man was en waarom hij het heeft gedaan. Dat was moeilijk omdat de man bij de aanslag om het leven is gekomen. Zeker is wel dat hij het allemaal expres heeft gedaan. Het was geen ongeval, geen ongeluk. Het was een bewuste aanslag. Hoogstwaarschijnlijk gericht op het Koninklijk Huis. Ook is de politie erachter gekomen dat de man het helemaal alleen heeft gedaan. En waarschijnlijk wist hij niet dat er publiek op zijn route zou staan. Ze denken dat het van tevoren dus niet zijn bedoeling was om mensen in het publiek te raken. Veel kinderen hebben de aanslag zien gebeuren en dus heeft de politie ook hen ondervraagd. Het is niet zo dat één iemand kan vertellen dit is er gebeurd. Dan heb je vaak van heel veel mensen heel veel informatie nodig. En ook kinderen en ook volwassenen. Allemaal hebben die onze verhaal verteld en uiteindelijk heeft dat het hele plaatje opgenomen. Maar waarom de man de aanslag heeft gepleegd blijft ook na dit onderzoek onduidelijk. Volgens de gemeente Apeldoorn gaat het met de meeste kinderen die het gezien hebben wel weer goed. Op veel scholen in Apeldoorn werd vandaag voor het eerst in maanden weer gesproken over de aanslag. Ook op de Juliana school. Kinderen daar hebben geen slapeloze nachten meer van wat ze gezien hebben. Sterker nog, de meesten zijn de aanslag alweer bijna vergeten. Een paar honderd meter van Monument De Naal staat de school van Noah, Demi en deze andere kinderen. Toch denken ze vandaag voor het eerst in maanden weer aan de aanslag. Alleen toen het gebeurd was, toen hadden we het er wel vaak over, maar nu niet meer. Ik stond daar aan de Lolaan en met nog een ander jongetje uit mijn klas en met zijn familie. We hoorden een dreun en toen dachten we van, ja, dat, ik weet niet wat het was. Toen zag je echt die auto zo een bocht rijden tegen de Nathan botsen en zo. En wat dacht je toen je dat zag? Ja, ik schrok me erg en zo. We gingen gelijk naar huis dus. En toen zagen we het ook op tv. De kinderen balen er eigenlijk een beetje van dat het hele verhaal vandaag weer wordt verteld. Ze verbazen zich er ook over dat de paal waar de auto tot stilstand kwam er nog steeds staat. Over het ongeluk en de dader maken de kinderen zich niet zo druk. Meer praten ze over de volgende Koninginnedag. Het wordt wel anders, want iedereen denkt gelijk ja, aan het ongeluk. Het wordt toch een beetje spannend, van gaat het weer gebeuren? Misschien iets meer beveiliging. Het blijft de riskant. Dus eigenlijk moet de koningin gewoon kiezen of ze dat nog wil of niet. Ik vind het natuurlijk wel jammer als ze met dichte bussen of zo gaan rijden. Want ja, het is elk jaar zo geweest, dus ik hoop wel dat het nu ook zo blijft. En heb je nog een tip voor de koningin? Nou, ja, let een beetje op dat het niet nog een keer kan gebeuren. Waar koningin Beatrix de volgende Koninginnedag gaat vieren, wordt eind dit jaar bekendgemaakt.